Het is kwestie van die bocht durven aan te snijden. Je ziet dan toch net dat tikkeltje te ver. En dan heb je daar Philipsen met Van der Poel, die ook in goede positie komt. Morkov trekt aan, Van der Poel die er gewoon gaat meedoen. En waar blijft Philipsen dan? Philipsen komt Thibaut aan de linkse kant van de baan. Jacobsen, rechtdoor. Jacobsen in het midden van de weg. Fabio Jacobsen of Jasper Philipsen. Het is Jacobsen die het haalt. En die dan met een vingertje naar de lucht wijst voor Gino Meder ongetwijfeld. Ritwinst voor Fabio Jacobsen in Brussel. Hij is de snelste van het pak in een sprint. Gelukkig zonder incidenten. Machtig koninklijke sprint op de Esplanade in Brussel. En weer een overwinning voor Fabio Jacobsen. Na een fel bevochten finale om de juiste positie is het uiteindelijk de Europese kampioen die het grandioos weet af te ronden. En verrassend dat we dan toch nog, ja, jouw zoon Thibaut Nijs ook zich zagen mengen in die sprint hier vlakbij het Atomium. Wat een decor om een overwinning te vieren.